Yo mensen, ik ben Jeroen en ik ga vanavond kijken. Jij bent aan mij die South Park The Stick of Truth speelt. Ja, zeker, je weet, dat is leuk hè. Alright, vandaag gaan we dus weer verder met South Park The Stick of Truth. En hij heeft het gewoon opgeslagen. Oké, dat is stom. Ik had dus net gekeken van, heeft hij zijn game save opgeslagen? Want ik had mijn game dus gereset. Of mijn game gereset, mijn computer gereset en moest de game opnieuw installeren. En het was eventjes de vraag van, heeft hij mijn games even opgeslagen? Nou, dat heeft hij gedaan. En wat ik had gedaan was hier naar binnen gelopen, zoals ik nu laat zien wat het is. Ik moet even deze knop indrukken, dat is heel handig. Ik weet niet of het later nog is in het spel, maar het lijkt me sowieso heel interessant om te doen. Dit hekkels is dicht. En ik zal even de map openen. Rechtsboven, hier is Canada, daar moeten we naar de quest toe. Hier ignore, make your way through the lost forest to find Canadian border. Moeten ze naar Canada. En ja, dat gaat een plusje worden. In ieder geval, was dus hier zo opgeklommen, hier naar boven, hier naar beneden, hier naar binnen, deur open. Dat is wat ik heb gedaan, meer niet. En wat we dus moeten doen is, we moeten naar Canada. En ja, ik ga even een good price. Oh, hij verkoopt, wow, wat heb ik veel geld. Wow, equipment, heb je nog, nah. Je hebt niks goeds voor mij. Sorry. Je hebt niks waar ik iets aan heb. Helaas. Goed dat ik dus weet. Wat is dit? Danger. Caution. Wacht. Wacht. Dat deden we. Dragon shot. Goed. Sweet. Wat? Oh nee, die moet ik niet hebben. Hoppakee. Gaan we ook kijken wat hier is. Want ik weet dat we naar boven moeten naar Canada, maar dat lukte vorige keer niet. Kijk, hier is een deur. Hier is een pad. Wow. Is dat een nazi? Zombie? I think we should go that way. Ik zijn wel zombies. En veel. Oh, sorry. Ik heb geen zin om te vechten. Was dat het? Was het echt zo makkelijk? Wauw. Dan krijgen we wel die mooie gezichtjes. Ik hou van die gezichtjes. You see? No matter which way you go, I block you. What, you think we just let anybody into Canada? Ah, I see you have a passport. Alright, hand it over. Papers appear to be in order. Very well. I hereby grant thee access to the great nation of Canada. Open the gate! Oh, I'll do it. Hold on. dit is leuk. Vind ik leuk. Nou, dat is makkelijk om naar Canada te gaan, weet je, die normale border. Pitters. Wauw! Wauw, fantastisch. Waarom is dit zo? Wat? Waar moeten we naartoe volgens de quest? Naar Canada, ja. Ik denk nooit. Travel to the. Oh, wacht. Travel to the. Ottawa. Oké. Ottawa, hier. Zo. Wat is dit, map? Niks meer. Oh, wacht hier. Braving the Canadian Wilds and talk to the. Ik moet gewoon kijken op een quest. Heading north. La la la. Talk to the Braving the Canadian Wilds and talk to the Prince of Canada about the documents you found in. Okay. Dus ik neem aan dat het dan helemaal naar boven is. Wow. Here's a more. All hail the Prince and Princess of Canada! Well, well, what have we here? A hero from the south? Not just anyone can pass the guard at the great border. You must have beaten the odds and obtained a passport. I am the Prince of Canada, and this is my lovely wife. How can I help you? What's this? Sorry, but I don't know what this says. I've seen this language before, but I believe it's only spoken in a specific part of Canada. I suggest you travel west of here and seek out the Earl of Winnipeg. He can tell you where in Canada they speak this freakish tongue. But I warn you, the wilderness of Canada is filled with direwolves. You know what direwolves are, right?
They're like wolves, but they're dire. Fuck, ik kan me niet herinneren wat het zijn. Ah, dat is pittig balen. Heading North. Even kijken wat zegt de quest. Quest? Oh, natuurlijk. Quest is niet Q. Oh, Canada. Give the documents to the Earl Wenpeng and see if he can translate them for you. Is geen map van Canada. Pittig balen. Ja, Canada is op zich ook wel een map als je naar buiten loopt. Wow, wow. Dokter, waar? Hierzo? Ja. Right there. Here are your photos with the prince and princess. Would you like 2 8x10s or 6 5x7s? Ik wil wel de grote. All right, there you go. You can exit right through there. Now I'm gonna pick the 5x7s. Oh, mooi. Goed, waar moeten we naartoe? Waar moeten we naartoe? Even kijken, wat zei die? Wat zegt de quest? Wat zegt de quest? Middle of the car, the backyard. Oh, nee, deze. Nee, deze. Earl Wenpeng and see if you can translate. Earl of Wenpeng. Earl, wat is dat? Earl of Wenpeng. Fuck. Kijk of hij het weet. Welcome to the shop. Can I interest you in my wares? Kijk of hij het heeft. Oeh. Oeh. Wapens. Level 12 Canadian Halberd. Nah. Hoeft niet echt. Girl, fuck. Fuck. Waarom is mijn Engels niet zo goed? Wacht. Het staat er niet net. Oh, oké. Okay. Ziekenhuis is niet. Bank is waarschijnlijk niet. Ik denk dat ik hier gewoon naar buiten moet gaan of zo. Oh, ik zag hem. Ik zag hem. Oh, ho, 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 ho. Waarschijnlijk krijg ik daar ook een gevecht mee. Als ik niet, Welcome to Winnipeg. This is a conservative township, so mind your P's and Q's. Do whatever. Ja, dit zal toch zijn. Ah, yes. This writing is definitely Canadian. But why should I help a foreigner when Winnipeg is completely overrun with dire bears? Tell you what. Kill off all the dire bears in the north of town, and I'll help you however I can. Ja, simpel. Destroy the dire bears and win. Wacht, de in? Kijk. Wow! Wow. Wow. Wat? Dat is per game weg. Alright, zijn we weer. Geen fucking clue wat er net fout ging. Iets. Iets ging fout. Ik dacht ik buiten mijn... Ja, kijk, ik klik buiten mijn beeld hier. Dat moet ik dus niet doen. Glad you gotta fight dire bears and not me. Hop, hop. We krijgen dus een groot gevecht hier. Wow, zijn... Wow. Oh, grossed out. Damn it. Oh, wow. Goed, welke zullen we pakken? We gaan gewoon vol op deze hiervoor. En, bam. Bam! Hoppakee! Crossed out and on fire. Nice. Goed, carbon staff, dan doen we hetzelfde. Bam! 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 Hoppakee! Je moet gewoon eens één voor één eruit gaan. Je moet ze niet tegelijk weer te pakken, want dan ga je dood. Nou moeten we eventjes, als we het overleven... Don't you have better things to do than killing people? Ja, dan gaan we dood, dan gaan we niet redden! Nee! Ah, shit. Fuck. 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 Ik zou het stuk nu uit kunnen knippen en laten zien dat ik heel goed ben. Maar dat ben ik niet. Ik laat you gotta fight dire bears and not me. Goed, ik moet beter opletten met die dingen. Ze zijn niet gigantisch sterk. Ze hebben allemaal ongeveer 2000 leven. We hebben elkaar... Oh, 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 oh. Burning. Nou, nah, daar fuck mij. Goed geblokkeerd. Whatever, dude. En... Oh, bom, 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 bom. Fuck! Cartman! Fuck! Oh! Loopt hij vast? Loopt hij vast? Loopt hij vast? Ik heb gewoon pauze gedrukt. Waarom ben ik zo bang? Uh,
Wat kan ik hier gebruiken? Bottle water removes and nerfs. Ja. Nu zou je het hebben. Op mezelf. Goed. Deze. En dan pakken we gewoon. Zo. Oh, die is wel wat schade. Dan pakken we die. Bam. Bam. Alright. Dat is nu Cartman items. Die gaan we een health potion geven. Dus waar is mijn health potion? Strength potion. Heb ik geen health? Nee. Fuck. Wat kan de shit nemen? Throw this turret at your enemies to roast them out. Dus fuck it. He's all grossed out. Need cheesy puffs. Garmin, die gaat er sowieso dood. Dat is echt pittig balen. Dus wat we het beste kunnen doen is switch. Seriously, I might die. We gaan naar Stan. I hate you! I'm running away! I am Stan Mark. Want Stan heeft nog weer leven. Running up wolves and badgers. No way, dude. You hit like my grandpa. Oh, pas op, pas op, pas op, pas op, pas op. Alright, gaan we dus weer op deze gozer hakken. Bam. Bam. Alright, deze is bijna dood. Stan Sword. Ah, nog geen twijfel hoor. Oké, we pakken gewoon deze. Bam. Huppakee daar. Wow. Wow. Bam. Stan, je kan het. Fuck, Stan is dood. Fuck. Deze hebben we. Deze heeft minst AP. Die gaan we als eerste eruit rammen. Bam. Bam. Hoppakee. Kunnen we geen. Oh. Canadian greeting. Fuck off, fuck off. Nee. Ik heb gewoon geen health potion. Dat is super moeilijk. Fuck it, pakken deze. Hopelijk gaat hij nou dood van de branden. Fuck! Fuck. Oh my god, ik heb het verpest. Ik heb het verpest. Verkeerde aangeklikt. Ik faal zo erg tegen die kutberen, hé. Oh man, is het niet echt een shop of zo? Dit ziet er wel uit als een shop. Hoi. Welcome to the shop. Can I interest you in my wares? Consumables. Health potion. Bye. Health potion large, bye. Ik heb veel te weinig Canadees geld. Of course. Goed, nou gaan we hem redden. We gaan ervoor. Misschien saai dat je dit gevecht al 2 keer hebt gezien. Glad you got a light diamond and not me. Boos zien te worden. Hoppakee. You shall not pass me. Hoppa. Precies op tijd. Perfect. En hoppa. Airballs. Goed, items. Komt ie, Douchebag, the whole world doesn't revolve around you, alright? Try to be more considerate. Hoppakee, dat is nice. Wat we dan gaan doen is gaan rammen erin. En, net als net. Just pick something already. De voorste en de achterste de minste help. Die gaan we als eerste dood proberen te rammen. En dan doe ik expres van voor naar achter. Als ik net dus verkeerd klikt, omdat het dus de middelste was, maar de achterste was nog. Dan klikt het verkeerd. En dan speel ik eigenlijk als het ware een beurt. Dus ik ga een cure potion gebruiken op mijzelf. Hoppakee. Dan heb ik namelijk dat effect weg. En Carmen boeit me niet zoveel, want die kunnen we gewoon ruilen. Dus gaan we naar deze. En hop, bam. 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 5 keer combo. Beerballs. Bam, 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 bam. Perfect. Ik ben wel weer aan het fik, dat is heel jammer. Met deze ogen. Oh. Fuck, Carmen is dood. Heel jammer. Items. Cure potion. Use item. On myself. Zullen we weer een potion gebruiken? Health potion bedoel ik dan. Deze. Kom op. Nou gaan we eruit rammen. Eentje weg. Hoppakee. Weg is hij. Kom nooit meer terug.
Oeh, dit wordt gevaarlijk hoor. Heel gevaarlijk dit. We moeten een large health potion gebruiken. Heals item. Om mezelf. Karma gaat zo meteen vanzelf weg. We hebben trouwens ook nog PP's. Kijk wat kunnen we daarmee. Horn of Irritation. Ground Stomp. Dit heeft effect op ze allemaal, hè. We gaan dit maar proberen. What? Fuck! Geen idee hoe dit moest. Ik moet het tutorial daarvan nog. Grossed out, fuck. Kut. Nee! Health potion dan maar. Ja, we hebben niet echt veel meer keus. Grossed out, cannot consume food. Fuck. Ik ben lul. Die achterste moeten we maar eerst. Zullen we die achterste in één keer eruit kunnen krijgen? Zou dat lukken? Nee. Misschien wel. Misschien brandt hij dood. Hij heeft 233. Kijk of hij zo'n vol meteen nog heeft. Oh. Tire aids. Fuck. Ik overleden. Ik was bijna. Ik was er bijna. Kutberen. Kut aflevering. Fuck. Dat wordt de titel van deze aflevering. Kutberen. Weet je gelijk om deze video kutberen heet? Als je dat nog niet door had, hé. Fuck. Volgende aflevering heb ik ze verslagen. Dus dat is een belofte hierbij voorbij. Dus jullie hebben mooi zien rage op die beren. En ik heb ze niet verslagen. Ik ga ze offscreen verslaan. Dan kijken we op zich de volgende keer weer. En dan zeg ik voor nu. Later.